Man, mijn favoriete fucking ding dan met de fucking protest is dat ze zegt defund the police. En dan later, what we actually mean by defunding the police. We don't actually mean defund the police. What we actually mean is, okay, shut the fuck up. Het is of je weet het of je weet het niet. Of je zegt dan iets anders, is niet beter. Fucking kan ik hou van Schrodinger in fucking Jew, right? Ik hou ervan. Listen, what we actually mean by gas the Jews. Listen, what we actually mean by giving communists free helicopter rights. Dus ik stop erbij. Stop. Don't fucking talk. Like, vooral wanneer ik het tegenovergestelde zie. Like, ik zie elke keer dat je de politie like, weg wilt hebben. Like, fuck off. It's like, black lives don't... Black, all lives matter. No, all lives don't matter. Black lives matter. Nee, yeah, you fucking what realize it. What do you actually mean with all lives don't matter? Ja. Yeah. Ik hou ervan altijd dat fucking backpedaling wanneer ze iets doms zeggen. Ja? Yeah? Of, nou, het is niet dom, wanneer ze realiseren dat ze de masker te veel laten slippen. Ik ben er klaar mee, ik ga gewoon ervan uit dat ze altijd malicious intent hebben. Zo'n beetje. Auw. Wat kan ik houden van? You know, aanhangs. Ja, auw, fucking hell, man. Nou. Ik hou ervan wanneer je niet kan zien wat er gebeurt. Exactly. Fuck. I guess dat was niet goed genoeg gedaan, weet je wel, niet goed genoeg gekanteld voor een dash jump, but you know, still. You know, deze hele level duurde maar like, misschien 5 minuten of meer. Ik ben voor politie reform, but it's like, what the fuck is that fucking abolished police? Like, yeah, genius. Right. What could possibly go wrong? Nou, it's like... The Romanian TV heeft het de beste manier uitgelegd. It's de grote bezaken die dat willen. Zodat ze, like, weet je wel, want grote zaken kunnen hun eigen security gewoon inhuren en shit. Ja, yeah, hun kunnen het... Vinden ze alles fijn en shit, voor, like, de normale mensen, all die shit. Is like, de normale mensen en de kleine zaken kunnen geen beveiliging doen. Dus, geen competitie meer. Maar denk aan wat fucking commies van die hier gedaan geld fucking gepikt werd door alle fucking dakloze mensen, want dakloze mensen geven heel veel fucks. Ja. So here we have a fox girl? The fox spirit goddess? Yeah, she is. En ze doet flips en alles. It's rennable! It's rennable, holy shit. Het meest vervelende stem ooit. I know. In deze vervelende avond. I really love hoe ik steeds like, split second reacties moet gaan maken voor sommige dingen. Ja. Yeah. Oh, difficulty spike. Ja. Yeah. Ik merk dat heel veel. Ze doen wel heel veel schade in Black Zero vergeleken met andere spellen. Ja, dat ook. Maar dat is één ding. En het helpt ook niet dat je zo weinig levenspunten hebt. So. Wat was de manier om meer levenspunten te krijgen in dit spel? Cyber elves. Oh. Ja, you know how that rule goes. Je wilt like, zo krachtig worden als een god? Well, you gotta lose the EX skills. Ja. En you know, misschien maakt het voor sommige mensen niet zoveel uit, like die ranking en shit. Maar voor een of andere reden is er iets veranderd tussen mij en like, kind ik. Mm-hmm. Of tiener ik. Waardoor de rank me eigenlijk fucking like, pijn doet, waardoor ik juist steeds een hoger rank wil halen. I don't know why. Ja. Maar je bent beter geworden in games, dus je wilt gewoon like beter worden. Ja. En zo daarom heb ik dus de interesse om niet like, zoveel mogelijk cyberbals te gebruiken. Ik wil tenminste de kans hebben. Ja. Yeah. Oh, en by the way, we kregen de double jump van deze baas. Zo. Cool. So. Er was nog een paar datadisks die ik hier heb gemist.
Oh, en een subtank die ik ook hier had gemist. So, laten we dat ook erbij pakken. Niet in dit stukje, maar in deze level. Dat is het meest belangrijke. Yes. Zo, deze vijand. Yes, daar ga je. Je kan dat doen zonder de double jump, maar de double jump maakt het makkelijker. I see. Man, ik hou van jou, Cyber Elf. Ik hou zoveel van jou. Het is een goed ding dat we satellieten hebben nu. Die laatste moet me denken, like die laatste baas moet me denken aan de Mac-Man 02 baas. Welke, kon je me describe hoe die eruit zag? Volgens mij heb je het over de Pender, of niet? Helemaal rechts. Helemaal rechts. Nee, ik bedoel hoe die van Mac-Man 2 eruit zag. Mocht je tegen hem in de nacht of zo? Ja, ik denk dat je het hebt over de Pender, die met de trein en zo in de nacht. Ja. Dat kan je altijd terug, kan je altijd even snel zoeken. Maar ondertussen moeten we teruggaan naar, niet direct naar de eerste level van het spel. Maar we gaan een revisit doen naar Omega's schip. Om te kijken wat voor data we daar kunnen vinden. I see. Volgens mij zat ik naar fucking E-crystals te krijgen voor een periode ofzo. Hoe anders zou ik dat 9 levens moeten hebben? Want ik heb niet zo. Ik gebruik geen C-states voor het grootste gedeelte. Behalve dan dat ene level. Ja, het komt dus dat je elke keer fucking ik denk dat we elke schoonmaak elke keer levens vindt. I guess so. Wat is het ook weer? In deze level krijgen we dus twee soorten nieuwe vijanden. En we krijgen ten eerste instantie een hoverboard met deze vijanden erop. De meest vervelendste dingen die er zijn. Nou, alles is vervelend in dit spel. Oh. Omdat ik nu ik heb dus E-crystals zitten grinden. Waardoor ik dus een paar cyber-elves heb upgegraded naar een satellite. Een van die cyber-elves was dus, kon dus mijn levenspunten, mijn levensbar verdubbelen. Dus nu heb ik 2 layers. Ik heb bijna zoveel levenspunten als een baas, om het zo te zeggen. Volgens mij is Jesse weg naar Twitter of zo. Nee, mijn hoofd is een beetje. Het voelt alsof mijn brein een beetje gespot is. Oef. Dan nou man, ik ben gewoon fucking kapot voor de laatste tijd. Je probeert blijkbaar genoeg slaap te krijgen, toch? Of is dat niet zo? Ja. Ik heb verslapen ook nog dit keer. Maar ik weet niet wat het is, het is gewoon. Ik ben gewoon moe van het leven of zoiets. Misschien had ik gezien op Blade Chronicles speel omdat ik meer relaxed ben. Zal alles goed gaan. Kan je. Grappig genoeg, nadat ik ding had gespeeld, fucking Sekiro voelde ik me ook best wel chill. Ik dacht, na al dat gevechten zou je moe zijn, I'm not. Soms kan dat gebeuren. Hangt er ook vanaf. Soms kan ik een heel moeilijk spel hebben gespeeld voor een uurtje, dan daarna ben ik fucking hyped voor de rest van de dag. Oh, je moest eens fucking weten hoe ik me voelde. Vandaag nog, ik had de ene laatste baas verslagen uit. Mm-hmm. En nadat ik klaar was, ik was zo fucking tense. Dat ik moest bijkomen. Ik weet dat gevoel. Ik had het met Pirate Warriors 2 eigenlijk. Dat deze fucking moeilijke level waar ik veel schade neem. Ik had er weinig AP over, maar ik had eigenlijk net gewonnen. Ballen waren aan het fucking schudden. Daarna is fuck. Nee, ik moest letterlijk gewoon even adem gaan halen en zo. Want mijn hart was dat pound was fuck. Ja. En mijn moeder volgens mij was mijn moeder daarna. Dus ze van kijken naar de fucking nerd of zo, weet je wel. Wat een fucking weep. Oh no, hè. Zit zich fucking bijna harttafel te krijgen voor een fucking videogame. Zegt alleen maar als ze niet kan spelen en is verhoudigd. I know, right? Wacht af wanneer je zo fucking in het spel bent vanwege de moeilijkheid. Het enige ding dat me echt gek maakt, though, is de laadschermen, man. Is de laadschermen lang in de Sekiro? Nee! Het is volgens mij 2-3 seconden, weet je nou?
Misschien een beetje like 5 seconden. Maar ik zit daar dus de hele tijd steeds doorheen te gaan dat ik dood word. Dat maakt je gewoon gek. I just wanna go to the boss right now. He's asked that there he was stopped stooped the TV. How deplorable. As king of the snow plains, I do hereby judge your crime. Who the fuck were I? This thing. I don't really care about your verdict, you look like a piece of fucking shit, fucking. You look like fucking. Yeah. Hij is zwak tegen vuur. I think that's a no shit, but yeah. Wat is nou? Wat is nou? Oh my! Not stopping the TV, you... What? Oh. Okay. So, Jess, ik had in Discord like een foto van mijn baas gestuurd van Megaman City. Heb je het over hem? Ik denk het wel, ja. Ja. Die Black Panther. De favoriete superheld. Ik zeg het niet omdat ik bang ben om racistisch genoemd te worden, hoor. Fucking haat mensen. You know, Black Panther was white for a moment. Your mom's white. Ik zweer, ik fucking haat deze cultuur dat mensen hebben gecreëerd met like fucking you're either white or black. Ja. It's like who gives a fuck? Alright. Als like afkomsten zijn niks ergs, dus dat laat een beetje wel geeft de mensen perspectief van misschien waar die is gekomen en shit. Ja, maar zelfs dan, weet je, it's like de cultuur waar ze in leven en waar ze vandaan komen is voor mij best wel weer veel meer uit, weet je wel? Ja. Yeah. Want het zijn dingen dat je dan hebt geleerd, wat je dan meedraagt, zeg maar. Exactly. Want ja, jij bent bijvoorbeeld hier in Nederland opgegroeid, weet je wel. Maar je hebt ook je ouders die uit Turkije komen, dus je hebt like een cultuur die je meedraagt en een cultuur die je hier wat van hebt geleerd en zo, weet je wel. Exactly. Oh, ik haat deze cultuur zo erg. Dat hele cultuurgedoe dat ze erbij maken en zo. Want het is de meest like dividing thing die je ooit kan verzinnen. We maken like het ras het belangrijkste gedeelte en het is like. Weet je, de laatste tijd ben ik van de mening gekomen dat like alles zien onder ras en racisme gewoon like de laagste niveau van denken is. Dat is gewoon like een uitleg geven over iets wat je niet echt helemaal begrijpt, zeg maar dat racisme is. Om gewoon zeggen wat like om het makkelijk voor jezelf te maken. Ja. Yeah. Kijk naar de politie in Amerika bijvoorbeeld. Weet je, platform, weet je, like, racisme is niet het grootste probleem van de politie. Het is gewoon dat ze like. Denken dat ze like, van alles kunnen doen en weg kunnen komen. Want zelfs als ze racistisch zouden zijn, zouden ze nog steeds waarschijnlijk niet zulke dingen doen, want ze weten dat ze niet weg mee kunnen komen. Precies. En like, het ergste is like, er zijn natuurlijk mensen in zeg maar, de media en zo, en politicians en shit, die proberen dat like, te creëren. Dat fucking racial tension voor geen voor like hun eigen benefits, basically. Ja, want ze praten ook altijd over hoe de white man is keeping down, de witte man. It's like, the motherfucker, de blanken geven nul fucks om hunzelf. Daarom zijn er geen protesten over, like, fucking, hoe ze behandeld worden in Zuid-Afrika of in fucking de Midden-Oosten. I know, right? It's like, fuck me. Ze zeggen de hele tijd, de fucking witte man dit, de witte man dat, is like, er zijn zoveel witte mannen die in fucking armoede leven, wat ga je over hun fucking vertellen? Hun zijn ook privileged, want hun hebben niet dezelfde problemen als zwarte mensen, is like, fuck off. Dat is like, fuck off. Is ik op dat punt, ik haat dan vraag ik me, ik vooral soms afvraag, want like, dan zegt ze bijvoorbeeld dat je wordt beledigd vanwege je ras en zo. Nou, dat is natuurlijk kut. Wat is het verschil van beledigd worden door je ras en beledigd worden omdat je bijvoorbeeld kaal bent, weet je wel? Wat is het verschil? Ja. Is allebei is gewoon kut, toch? Het probleem is niet fucking of het racistisch is of niet. Het probleem is dat het gewoon beledigen is voor iets wat helemaal niks uitmaakt. Exactly. Ik ben geboren met, I guess, met deze dingen, weet je wel. Deze melon, deze geneten dat me verzocht dat kaal wordt. En dan komt deze flikker me fucking pesten voor dat. Ja. Of, you know, me discrimineren.
door fucked up dingen te doen. En it's like, fuck you. What makes you different than me? Your skin? So fucking what? En het is like, hoe ik het altijd zie, ik vind het altijd zo raar, want ik zie dan bijvoorbeeld jij en zeg maar een andere Turk. Er zijn al enige verschil dat jullie, enige dingen dat jullie gemeen hebben zijn dat jullie Turk zijn als een beetje het. Exactly, I spit on that fuck, on that fucking idea, you know? Ja. Dat is waar, als de uitdrager altijd naar me toe komt en zegt van, hey, come on, join the white family. It's like, white family, wie de fuck zijn jullie? Huh? I don't know you. Huh? Exactly. Ik zit er altijd naar te kijken, is like, wie de fuck. Soms dan heb je mijn vader die de hele tijd zegt over, like, ja, Nederlanders dit, Marokkanen dat, zwarte mensen dit. En ik denk zo van, maar Turken zijn ook niet zo voor fucking beter. Ze gaan ook jou in de fucking rug steken wanneer ze dit kan zien. Een beetje. Is like, de beste manier om het leven uit te leggen is, leef voor jezelf en je familie, niet voor je fucking ras. So get the fuck out of here, bullshit. Nee, want like, bij dat we allebei blok zijn, wat delen we eigenlijk? Yes! Weet dat we beide fuck. Is like, sure, is like, soms hebben we dat moment, like, wanneer je misschien een fellow Nederlander ziet of een Turk ziet. Ja. Misschien heb je iets, but most of the time you just... Maar de cultuur is daarom dat we sociale wezens zijn en we moeten een beetje sociaal kunnen gedragen met elkaar. Daarom hebben we cultuur en zo. Ja. Yeah. Maar dat heeft niks met het ras te maken, weet je wel. En dan zeg ik, weet je, like, Ennis is een Turk, ik ben een Nederlander. En weet je, like, we zijn dus niet van dezelfde ras, maar we zijn allebei zo'n beetje dezelfde persoon, toch? Yes, if people were to think about it, yeah. Genesis is a thing. You know, it's like, fucking had deze idee. Is dit ook de reden waarom ik altijd deze fucking purity spirals had, dat de alt-right ook voor een periode had met white, and, white this, white that en shit. Zo'n beetje. Ik zie zo nog wat praten over white supremacy en like de alt-right, en it's like, de alt-right bestaat bijna niet eens meer. It's like, het zijn letterlijk niks, but you know, you need your boogeyman, I guess. Ja. Wat zou ik zo zeggen? Ze moeten alles denken in racisme, want dat is de enige manier hoe ze like, kunnen uitleggen waarom de wereld kut is voor hen. Ja. Dus like, ik hou ook vooral van wanneer sommige van deze mensen ook nog eens fucking slavernij erbij halen. Is like, sommige van jullie flikkers hebben, like, niet eens sommige, allemaal, al jullie allemaal hebben alleen maar voorouderen die door slavernij zijn gegaan. Geen één van jullie waren slaven geweest, ook. Get the fuck out of here met dat bullshit. De slaven zijn nu in Qatar. Wil je praten over slavernij? Ga naar Qatar toe en zie hoe het is daar. Exactly. Was echt een ander land die like, slavernij terugbracht, omdat like, ze dat geld voor hen oplevert? Dat was wel. Volgens mij was het ergens in Zuid-Afrika. Nee, niet Zuid-Afrika en Afrika. Het was of Afrika of in Zuid-Amerika ergens. Je kunt always look it up. Fucking hell. Dat hadden we wel gezien, ja. Is like, ja. Dat is volgens mij een land die ook jankte dat slavernij weg is, want dat was beneficiary voor hun. Zo'n beetje. Dus ondertussen in het spel zijn we in een library terechtgekomen waarbij we like, informatie verzamelen van like, Dr. Vaal, Omega, de Dark Elf en de Elf Wars. Ja. En volgens mij een van de dingen met deze dingen waar het te maken heeft met je rank is... Hoeveel keer je in het verkeerde kamer loopt, affecteert je rank, je mission, zeg maar. Wel, hier hebben we dus helemaal niks aan. Ja. Dit is waarom ik geïnteresseerd zou zijn like, als Big Man X, like, een nieuwe X-spel, meer like, is voor like, de Cyber-Elf Wars en shit. Ja, why not? Dat lijkt blijkbaar Mega Man X 5. Zou het einde zijn van Mega Man X overgaan naar Ding. Ja. Ritual Zero is fucking dood. Hoe gaan we dan anders doen? Mega Man X 5-2, what the fuck. Ja. Ik guess we kunnen het geen nummer meer geven. Zo. So. Met de laatste data disc, we activeren baasgevecht. So, je kan de data disc pakken op welke volgorde je maar wilt. Alleen als je hebt opgemerkt, elke kamer met de data disc heeft een ander soort uiterlijk. So, ja. Welke kamer jij het leukst vindt, in terms of like, handigheid voor de baasgevecht, gebruik je dan? Dr. Wow, from the Arcadia, creator of Omega, alternate the Mother Elf, sparking the Elf Wars. Banished from New Arcadia after the Elf Wars. If we can analyze this data, we might be able to find some new information about Vale.
Fuck you. Maar wat de fuck is dat te zijn? Is dat Jinzo? Jinzo? Oh, oh shit. Hey oh. Jinzo man, je krijgt een nieuwe archetype heb ik gehoord. Al mijn vallen worden genegeerd. En vernietigd. Tentacles. Zo. Hij besluit om te zwemmen door deze gaten heen. En dan soms steekt hij zijn kopje uit om iets te vuren. En dat is het. Soms kunnen we hem, like, ik weet niet hoe, maar soms kunnen we hem raken. En kies wanneer hij wilt landen ofzo. Dat was makkelijk. I know. But I would probably die als ik niet dubbel de levenspunten had dan normaal. Fucking hou van Cyberelf en Satellites. Ja, de hele ding though. Make Man Zero 1 en 2 zijn like de enige spellen met like deze ranking shit. Dat voor bragging rights is en niks anders. Wow, je bent boven ergens gegaan en hebt al steeds een C-rank gekregen. I know. Want natuurlijk gaan ze like de fucking gemiddelde score rekenen van alle levels die ik door ben gegaan. Like fuck me, right? Ja. Yeah. Transfer 1, 2. Hoog moet je fucking rank zijn, though? Like al je punten zijn om een hoger rank te krijgen. Van wat ik had gemerkt, like, volgens mij is een B is een B. Nee, B is een 80 punten. Je hebt 85 punten is... gekregen, ja, maar met de gemiddeldes, weet je wel. Dus met de score van je vorige level en de level die je nu speelt. Moet het gemiddelde dus 80 punten zijn.